Oké, het is weer echt tijd voor unboxings. Want we hadden dus laatst al de Razer Diamondback Chroma om te unboxen. Maar het houdt niet op, want unboxen is gewoon superleuk. Ik heb de Razer Deathstalker Chroma. Die gaan we ook reviewen. Deze mogen we helaas niet weggeven. Die andere muis van vorige keer, die mogen we wel weggeven. Maar we gaan dit unboxen. En deze heb ik niet al eerder geunboxed. Want deze komt echt net binnen. Dus het mooie is, alle stickertjes zitten er nog op. En die mag ik lekker los gaan snijden. Dus heb ik als altijd mijn vertrouwde Wargaming kelnersmes voor. Swing. En dan hoop ik niet dat ik de doos compleet vernagel. Het lijkt erop dat ik dat wel doe. Oké, die is los. Andere kant. Komt u maar even mee, cameraman. Leuk, welkom. Serieus. Misschien had ik beter gewoon het dingetje eraf kunnen trekken. In plaats van cool doen met een kelnersmes. En dan het uiteindelijk helemaal vernaggelen. Oké, hij is los. En dan zul je zien dat er nog eentje in zit, zeker. Ik heb mijn research niet gedaan bij dit model. Dus ik weet ook niet hoe die precies eruit gaat komen. Oké, ja, wacht. Dus deze. Moet ik hem schuiven? Oké, kijk. Oh, ik had er maar eentje los hoeven maken. Tuurlijk. Lekker knullig. In de doos zit nog een doos. En, die hebben we dan niet nodig. Sowieso al wel. Kijk, het is een normaal saaie doos, maar ze pimpen hem wel een beetje met gamers, by gamers, you name it. Het is natuurlijk wel Razer. Die doen daar wel hun best voor. Yes. En dan, woesp. Voilà. Nog meer plastic. Dan moet ik hem alleen wel even kijken. Dit is dan de kabel. Yes, oké. Gaan we dan deze. Hij is heel plat. Dit is natuurlijk geen mechanisch toetsenbord. Nou, daar zit de literatuur bij. Zullen we daar even naar kijken. Het is wederom een boekje met natuurlijk de super swagalicious Chroma stickers. En natuurlijk het boekje met oh, congratulations, there is no turning back. Dat klinkt wel alsof Razer je gijzelen. Maar dat maakt niet uit, want dat is natuurlijk met liefde. Omdat het natuurlijk wel toffe producten zijn. Zoals ook met dit toetsenbord. Plakband, mijn enige vijand in dit leven. Alles gaat fout. Dit zijn toch wel de rommeligste items van Gamersnet, denk ik altijd. De unboxings. Alles vliegt alle kanten op. En waar gaan we eigenlijk naartoe? Eigenlijk helemaal nergens. Maar het is wel altijd heel leuk om te unboxen. Kijk nou eens aan. Zo even die pootjes ook uitklappen. Yes. Klap die pootjes zo om en ja. Is het leuk als ik dit eraf haal? Ja, dat voelt altijd toch wel heel goed. Kunnen we dit even heel sexy doen? Oké. En het ding is natuurlijk, het is een gaming toetsenbord, maar hij is heel dunnig. Het neigt een beetje naar een laptop toetsenbord toe. Een hele rare R. Een hele rare... Kleine letter R. Dat is de Razer R, denk ik. Nee, dat is, volgens mij, dat doen ze altijd zo. Maar het is natuurlijk wel een gamer toetsenbord, maar het is niet mechanisch. Er zijn een soort van laptop toetsenbordachtige toetsen. Ik denk dat dat wel fijn is, vooral als je veel moet typen. Want ik heb een mechanisch toetsenbord, maar ik drill mijn huisgenoot wakker als ik een artikel ga typen in het midden van de nacht. En dat is wel wanneer ik mijn artikels typ. Dus dat is altijd een beetje jammer. Maar ik zal hem even aansluiten, zodat je ook kan genieten van het chroma effect. Want daar gaat het natuurlijk allemaal om. De mooie kleurtjes. Oh, wacht. Dat hoort ook nog bij de unboxing. Ik heb nooit gedacht dat er een beveiligingsding om de USB zou zitten, maar dat is goud, dus dat zou dan wel moeten. I don't know. Poging 2! Oh, dat is de HDMI-poort. Oh, ja. Yeah. Voilà! Ook weer wederom iets van 16 miljoen kleurtjes en dan in drie verschillende regionen is het ingedeeld. Dus je hebt hier een aantal kleuren en dan heb je daar weer een aantal kleuren en die kun je er helemaal anders instellen. Het is wel voor gamers, maar het is niet mechanisch. Je zou het niet denken, maar dat bestaat nog tegenwoordig. Toetsenborden voor gamers die niet mechanisch zijn, maar wel met allerlei leuke kleurtjes van de regenboog. Binnenkort hiervan ook een uitgebreide review in Gamersnet Gear. En de muis, ik zeg het nogmaals, we geven hem weg. Dus blijf bij Gamersnet even hangen, want die muis, ik zou hem zo graag willen houden, maar hij is van jullie. En later meer over al deze toffe producten die we zo rommelig unboxen zoals we zijn. Kling!